Een 55-jarige loodgieter kwam bij ons, doodziek, diepe geelzucht, enorme hoge koorts, koude rillingen, spierpijn en hoofdpijn. Die loodgieter die had gewerkt in een huis in Krooswijk. En toen we hem zagen, dachten we dat hij de avond niet eens meer zou halen. Zo ziek was die man. En hij bleek bij het onderzoek een aandoening te hebben die we leptospirose noemen. En dat is een aandoening die wordt overgebracht door hele kleine bacteriën die in water zitten, die eigenlijk voorkomen in de dierenwereld. Die leptospieren, die zitten bij ratten in de nieren van die ratten. Die ratten merken er zelf helemaal niks van, maar die zijn verantwoordelijk voor ongelooflijk veel ziektegevallen over de hele wereld. En we zien dan ook overal waar water is, waar ratten zitten, waar de temperatuur een beetje aan de hoge kant is, maar dus niet eens alleen maar de tropen, en waar het nat is, dus in de natte tijd wanneer er een seizoenensysteem is. En we zien wel 23 verschillende soorten van die leptospirose zien we. En allerlei mensen die in aanraking komen met oppervlaktewater kunnen die ziekte krijgen. Want die ratten die scheiden die bacterie uit met hun urine, dat komt in het water, het vermenigvuldigt zich daar. En als je een wondje hebt en je zit met je handen in dat water, of als je een aerosol, dus druppeltjes, op je ogen of in je mond krijgt, kun je die ziekte krijgen. Je kunt het opeten en op allerlei manieren kun je ziek worden. En vrijwel iedereen daarvan wordt heel erg ziek. We kenden het in Nederland vroeger heel goed als de ziekte van Weil. Die mensen die waren heel erg ziek en daar gingen nogal wat mensen ook van dood. Hoe kan het nou dat ik begin in een praatje over tropenziekte met een Nederlandse loodgieter die in Krooswijk die ziekte heeft opgelopen? Het bleek dat hij in een kelder gewerkt had waar een lekkage was. En er zaten in die kelder ratten, die had hij ook zien lopen. En hij bleek daar die ziekte te hebben gekregen. Ook studenten die als ze te veel gedronken hebben, bijvoorbeeld in Leiden in de gracht vallen, dan kunnen ze die leptospirose oplopen. Zo zien we dat ook. Maar we zien het ook inderdaad bij terugkomende reizigers uit de tropen. En zo'n ziekte van Weil, dan hebben die hele hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn, beroerd. Hun nieren houden ermee op, ze krijgen bloedingen en uiteindelijk kunnen ze ook later, lang nadat ze behandeld zijn, gelukkig is er een behandeling voor met penicilline, kunnen ze nog allerlei narige ziekten krijgen. Hoe kan je die ziekte nou voorkomen? Door te zorgen dat je inderdaad niet met wondjes in water komt waar dat kan optreden, door te zorgen dat je inderdaad bewust bent van het feit dat de ratten in dat soort omgevingen waar je terechtkomt kunnen rondlopen en je die ziekte kunt oplopen. Maar eigenlijk is er geen goede vaccinatie tegen die ziekte of een andere vorm van bescherming. Dus dan is het weer belangrijk dat als je terugkomt en je bent erg ziek, dat je meedeelt dat je in dit soort van vies oppervlaktewater met ratten en dergelijke geweest bent, zodat de dokter daaraan kan denken. En soms kun je het wel een beetje voorkomen. We hebben bijvoorbeeld een bouwbedrijf, een Nederlands bouwbedrijf, wat in de tropen een riool moest aanleggen, grote betonnen bakken aanleggen in Ghana van het binnenland naar de zee. Daar liepen de ratten aan alle kanten rond, de wc's uit de dorpen kwamen daarop uit. Alle omstandigheden voor leptospirose, de ziekte van Weil, waren aanwezig. En daar hebben we alle medewerkers één keer per week een tabletje doxycycline, dat is een antibioticum, gegeven. Want het is gebleken dat als je dat doet en daarnaast hele goede hygiëne betracht, heel goed was na daar rondlopen, het zorgen dat er geen spullen vanuit die rivier terechtkomen in je voedselketen of terechtkomen in het dagelijkse contact aan de avond van de dag. En dan kun je inderdaad zorgen dat er niemand van die mensen ziek wordt. En gelukkig is er ook in dat project, doordat we dat deden, niemand ziek geworden. Dus daar hebben we geprobeerd het gezonde verstand in te bouwen in het proces. En gelukkig hebben we de mensen gezond gehouden.